Hallo mensen van GameTrotsXL. Vandaag ben ik in mijn eentje. Oh, dat is een Mongool weer. Oh. Hey, wat vinden jullie eigenlijk van Kobus fucking survival serie? Welke survival serie? Nee, kut, geen survival serie, hoe heet dat? Mount & Blade Heroes, mensen. Jullie moeten allemaal deze video kijken. Allemaal kijken. Ja. Dan word ik blij. Oh ja, en ik heb ook een serie geef me nog... Walter. Wat? Geef me stuff. Ik heb al mijn stuff. Oh. Wat had je allemaal dan? Alles. Ik ga wel mijn inventie kijken. Oké, niet. Ik geloof niet dat ik heel veel heb. Ik heb hier... Hey, waar is mijn iron pickaxe? Ik had een iron pickaxe. Dat is niet waar. Ja, nee, is niet waar. Wat ik weet is dat ik daar juist een survival series in mijn, op mijn computer ben begonnen. Gisteren. Ja. En dat ik meteen al die crap daarop. Na 2 uurtjes spelen had ik 1 uurtje spelen had ik 10 diamonds. Oh, nice. Ja, ik download er gewoon extra voor, maar... ik zonder. Ik weet niet wat moet. Ik zal er straks even gaan doen. Nee. Ik ga even een iron pickaxe maken. Ik ook, man. Maar heb jij sticks? Oesha. Of moet ik fucking hout gaan hakken? Oh ja, trouwens. Als jullie denken, ook... wat? Opeens zijn al jullie bomen gegooid. Dat komt omdat wij ook gewoon niet heel veel dit opnemen. En de server blijft gewoon 24/7 aanstaan, dus... Dat heb ik al eens gezegd, hoor. Ja, maar... Voor hetzelfde geld kijken ze alleen deze en zeggen ze van... Ja, die andere falen gewoon fucking hard. Mm-hmm. Heb je trouwens gezien welke domme doezer op onze video heeft gereageerd? Een of andere Marok heeft geantwoord... deze video is sucker, of zoiets. Jij wordt dan wel boos, ga je allemaal dislike ofzo? Wat? En ik was het dood, nee, kom maar. Ja. Ik maak trouwens even wat sticks, dat is wel fucking handig. Oké. Okay. Ik ga even alles verdelen onder meerdere furnaces. Ja, want handig. We hebben namelijk best wel veel stuff. Mm-hmm. Even cool. We moeten trouwens iets vaker torches in de video's plaatsen, ben ik achtergekomen. Het is een beetje donker. Ja. En ik heb gewoon brightness op 100. Walter. Wow, we lekker veel iron binnen ons krijgen. Wie is dat, mijn Rick? Huh? Kut, de server lagt! Oh my god, God voor de god. Nee, kwakker. Oh, nu al niet meer. Huh? Wat? Jij zegt lol. Ja. Ik zeg maar ik kan opeens geen stuff oppakken, of... Wat? Oh ja, jawel, maar het heeft fucking vertraging, man. Ik ga even kick al hoor. Dus jij wordt gekickt. Weg of ban, doe ik. Kick al, weg of ban. Nou, Kobe, jij mag gewoon joinen. Lekker vriendelijk, man. Mijn Rick, weg. Okay. Kick mijn Rick. Fuck! Wat heb ik gedaan? Alles duurt echt zo. Ja, maar daar komt een fucking mijn Rick, hij moet oprotten. Wat is er mis met server, Walter? Welke plugin zit er in niet zoveel van? Of welke? Ah ja, trouwens, InVC werkt niet meer, die plugin. Ja, maar we zijn gewoon nog aan het recorden, dus. Nee, maar toen ik InVC wilde doen, werkte niet. Die eruit halen toch? Maar die heb ik geloof ik al uitgehaald. Ja, ik weet niet. Ik heb die eigenlijk nooit uitgehaald. Waarom zeg ik ook die eruit halen? Ik geloof dat dat tegenwoordig een andere comment is in Essentials. Hoe de fuck, ik ben iron kwijt. Ik denk dat die. Oh nee. Serieus, ben je iron kwijt? Denk het? Nee, toch niet. Wat ik denk al, dat is een fucking gay. En het is. Misschien komt er in aflevering 10 iemand anders ook bij. Maar dat mag ik nog niet vertellen, maar... Toch doe ik het om die klootzak daar te naaien. Oh, wacht, ik moet... Maar nu lijkt ze er niet meer trouwens. Dan komt er die fucking minerik in een spermadoekje. En allemaal sperma's is fout. Om het veld te zijn. Ze
moet echt allemaal oprotten. Vriendelijk. Ik wil nooit meer spelen als je mijn server hebt. Ja, maar tijdens recording ben ik altijd heel boos, eigenlijk. Ik heb al 6 gewone stokken. Ja? Ik heb al 16 gewone restjes, zo harde steen. Ik ga denk ik even de dak een beetje aanpassen. Ja, dat zou ik wel doen hoor. Ik heb wel mining, ik weet niet, mining is misschien interessanter. Waarom? Ik weet niet, zou ik toch misschien is mining interessanter voor de kijkers. Ik kan er tussen wat armor en zo maken misschien. Ja, maar niet veel hè, want ja. Nou, ik weet niet. Ik ga denk ik wat hout hakken, dus maar als je hem even een iron egg geeft. Nou, gewoon iron. Okay. Dus gewoon nog één iron erbij en dan, ja, ik pak zelf wel gewoon. Als jij wat mini wil geven. Kobe, waarom praat u niet meer? Kobe was fucking stil. Nee, heb ik allemaal in mijn... Iemand stuurt me een message. Ik ga ook even mijn mic. Oh my god, zoveel lag, zo freaking lost. Maar zie ik! What the fuck, Walter? Wat? Wat is het doen, Walter? Ik praat er nog. Ja, je... Nee, maar... Nu lijkt het helemaal praat... niet. Je bent weer stil, vriend. Uw internet zuigt gewoon, Walter. What the fuck? Ik denk die van jou, hoor. Oké, what the... Cool! Wat? Walter, uw server... Uw en... Nee, Amsterdam server niet zijn. Ik praat... Ja, maar ik hoor soms een beetje robot mee. What the fuck, man, ik praat echt gewoon nog. Het ligt niet aan en bij mij. Oké. Dat is goed. Trouwens, we hebben nog geen backup gemaakt van de server. Van de. Survival is het. Dus dan moet je een volledige backup van de server zien en als er iets misgaat. Ja, maar dan gaat niks mis. Oh, vertaling en zo. Walter, wat heb je nu met die balk gedaan? Ik ging het dak anders maken. Ik had gezegd, laat mij het dak doen. Wat? Hoezo heb ik een broodje? Waar heb ik die kunnen vinden? Uit onze kist. Misschien. Ja, maar heb jij een broodje gemaakt dan? Nee. Waarom zeg ik dat? Oh, daar hebben we waarschijnlijk hier zo'n minechest gevonden of zo. Tenminste, ik kan het me al niet meer herinneren dat het op. In ieder geval allemaal tools om maken uit iron, want ik wil baas zijn. Ik heb nog 35 iron over. Planten voor je wat saplings bij. Oh, kut ja. Ik wou seeds planten, maar dat waren geen saplings. Oh ja, trouwens, als je zegt dat onze video's laggen, dan moet je gewoon de kwaliteit iets lager zetten. Ja, het hangt soms gewoon bij jullie internet. Niet bij ons. Ik heb een vrij goede computer op zich. Ik heb een kei goede computer, rekenen maar. Maar dus mijn Mandalorian series, dat is de enige series die niet lijkt op mijn PC, dus dat ga ik doorzetten. Maar ja, lijkt dat serieus niet en Minecraft wel. Mm-hmm. What the fuck? Het is een grotere game, denk ik hoor. Want het, is, ja, het ligt misschien wel in de graphics. Ah nee, Minecraft graphics. Vergeet het. Vergeet wat ik net zei. Ik zei niets. Oh, ik ging bomen omhakken. Ik wilde er alles verpest. Ik hou de fucking mine in. Fucking mine. Koeien? Heb jij anders wheat om de koeien te voeren? Ja, ik heb 4 wheat. Nice, ik ga de koeien voeren. En dan kunnen ze weer kinderen krijgen. Yeah. Lekker. Moet ik seks hebben? Of mogen we dat niet zeggen in video's? Boeien. Ik aan het gedrag voor kinderen. Hebben wij eigenlijk veel kinderen die naar de series kijken? Wil ik wel eens weten. Nou. Melon, you're mine, Melon. Ik zie wel vaak wat typfoutjes in de description staan, ja. Ja, typfoutjes. Ik heb nog een Melon. Oh, dit is heel leuk. Ik heb een appel. Mm. My apple. Ja, baby! Rustig, Walter, please. Sorry. Je mag je ook was veel te heftig voor mijn ogen. Je mag je ook één dood maken. Nee, maar dat is incest. Dan moet...
Moet ook. Of wilt je meer drukken? Dat is toch niet leuk? Dat is gewoon een dikke incest. Dat mag niet. Ja, moet toch. Je heeft trouwens dus al uw hoed. Wacht even, ik moet even die kokerbeen hier vangen. Oké. Okay. Maar geef dan even al uw hoed als ik... Ja, goed. Ja. 25 gewoon rauw hout. Rauw hout. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Dat zijn logs. Logs. Ja, logs, dat jij wil. Wat dan niet zo doen, wat ik, dan? Ik noem het gewoon hout wat nog geen planken zijn. Hout dat nog geen planken zijn? Heb jij nog hout dat geen planken zijn? Man, wat dan? Ja, ik heb nog hout wat nog geen planken zijn, hier. Goed. Maar niet zo'n hout dat nog geen... Ik heb hout wat nog geen planken zijn. Ik heb het nodig, geef maar. Ik heb hier ook cobblestone. Ik heb het je gegeven. Oh ja, ik zie het. ik krijg daarvan... Moet ik ze allemaal inwisselen of wil ik het huis mooi maken? Ik denk dat we beter een fence en zo gaan maken voor de koeien. En krijgen we een mooie... Ja, maar dan gewoon een grote farm, weet je. Wow, met een minimap ziet het ding er best wel geniaal uit. We moeten echt wel meer deur te hebben, maar ik wil een deur tekort. Oh, shit. Precies net om een deur tekort. Zo cool. Wow, ik kijk even op de minimap, maar ik zie echt dat wij echt heel weinig eilandjes hier in de buurt hebben. Oh ja, door uw modspack heb je nu ook minimap. Oh. Dat is wel vals spelen, Walter. Nee, dat is geen vals spelen. Jawel, want... Nee, het staat in de serverregels dat dit wel mag. Ja, in de serverregels, maar niet op onze survival. In de regels... hacken. Nee, maar dat is geen hacken, dat is gewoon een mod. Ik heb even ons huisje verlicht. Oké, leuk. Anders heb ik hier de spawn room van. Spawn room? Hey, ik mag een beetje spawnen. Als we heel het eiland verlichten, dan is dit de enige plaats waar mobs gaan spawnen. En onze dak, dan weet ik nog. Ja, maar willen we überhaupt wel dat een monster spawnen? Oh ja, want anders kunnen we niet goed survivalen. Moeten we sommige resources uit die best halen? Ja, resources are very important. Sommige resources uit deze beest halen. Zijn heel important, hè. Ik hoor een zombie. Cool, heb je geluid aanstaan. Ja. Nice. Heb ik uit aangezet. Nice. Ik heb er geloof ik al een half jaar of zo uit gehad. Dus nee, wel langer denk ik, hè. Van zo'n een jaar. Ja. Ik speel namelijk echt nooit met geluid. En ik speel Minecraft best lang eigenlijk. Waarom niet eigenlijk? Ik vind het kut. Ik vind het te veel storend. Ik vind het gewoon te storend, ja. Kut zombies ook in mijn oor zitten te willen. Wacht even, ik ben even iron aan het hakken. Oh, oké. Okay. Ja, dat is dus belangrijker dan, hè? Ja. Was, Ja, dat is wat? Iron is wel belangrijker dan jou, ja. Wow, we hebben lekker veel wood. Ik denk dat ik fences ga maken. Fences wordt hier toch gemaakt met sticks, hè? Ja. 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 Dat weet ik eigenlijk niet. Zegt hij? Oh ja, ik heb 64. Ik heb 6 iron. Ik geloof dat de kijkers zich denken dat wij vaak survivalen, maar eigenlijk is dat helemaal nooit zo. Nee, we altijd trollen. Eigenlijk trollen we eigenlijk alleen, ja. Ik survival eigenlijk... Toevallig is het wel zo dat ik altijd video's maak in survival. Ja, maar ik survival eigenlijk nooit. Daar komt het op neer. Walter begrijpt die term survival eigenlijk niet. Nee, eigenlijk ben ik gewoon op een hol. Mm-hmm. Als jullie net een fucking deur hoorden, kwakking deur bedoel ik. Dat was dus een persoon die mijn fucking kamer kwam binnen en mijn opname verstoorde. Goddomme. Walter. Ik begrijp je agressie. Ja, inderdaad. Ik snap dat iedereen begrijpt op zich maar agressie, want wie wil nou dat je fucking moeder binnenkomt tijdens een opname? Niemand. Dat wil ik. Ja. Ik wil. Ik vind er zijn echt fucking veel iron overgeslagen, zie ik nu. Ik heb nu alweer 18 iron. Ik ga even hier alle deur terug halen en dan kun je Kut, ik moet even toortjes zetten. Anders zien ze het niet. Zo.
Waarom lijkt de server zo? Elk blokje dat ik stoop, moet ik 3 keer stoppen. Dat ligt dan aan jou, want ik kan het wel gewoon direct hakken. Oké, fuck you, mijn broer. Ik ga even aan mijn broer spreken om te zeggen dat hij geen... Nee, nu nog niet, tijdens de opnames. Jawel. Oké, dan moet ik fucking kijkers vermaken. Nee. Ga ik allemaal nare dingen over je zeggen, dat is sowieso. Ik zal het niet doen, speciaal om u blij te maken. Ik heb... ik heb clay. Ik heb nu al 30 iron weer. Ik heb clay, bitches. Weet je hoe fucking veel iron dit is? Het is gewoon een iron mine. Ik heb clay. Wow! Wat denk je wat ik zie? Een creeper. Nee. Een diamond. Yep. Nice! Hoeveel? Dat kan ik nu nog niet zien. Kijk het dan even na. Ik doe eerst even alle lava even bedekken, want we willen niet dat er iets misgaat. Je kent gewoon Mickey. Mm-hmm. Waar ik wel eens Feed the Beast mee heb gespeeld. Daar heb ik heel veel survival tips van gekregen. En dat is altijd de onderkant van de diamonds eerst uitgraven. Ja, weet je, ik doe het ook altijd uit. Maar dat is geen tip, dat moet iedereen gewoon weten. Nou, ik niet. Ik ben dom. Met vriendelijke groetjes van Koba. Ik heb dus 4 diamonds aan. Wow, nee. Meer. 5 zie ik er nu zelfs? Nee, 5 zie ik er nu zelfs. Oké, Omg. Mijn internet is zakt. Ik heb toch even bij elkaar. 5 diamonds zijn er. Nice, deze is zwaard en pickaxe. Oké, mag ik het zwaard dan en jij de pickaxe? Mhm, is goed. Maar daarmee kunnen we obsidian, dan kunnen we naar een nether. Ja, ik zal de obsidian wel doen. Via een weg. Eén ding is wel zo, ik wil nu niet doodgaan. Logisch. Anders zijn we echt fucked. Of gewoon een kist zetten en dan... haalt je resources om een pickaxe te maken en kunt je met een pickaxe uitgraven. Ik heb toch al een pickaxe. Ja. Trouwens, ik zit nu echt gewoon onder het water. Ik zit geen eens onder het huis. Dus waarom zit ik nou fucking naar boven te graven? Ik zou eventjes naar het huis toe lopen. Zo'n map is handig. Ik raad je echt aan om zo'n map te downloaden. Ja, ik weet. Nou, ik speel dus nooit met mods. Dus toen ik dacht van, hey, laat ik gewoon een modserie starten. En toen dacht ik, hey, laat ik deze mod er ook maar lekker bij downloaden. Godverdomme. Ik ben bijna buiten. Buiten, what the fuck? Boven bedoel ik. Ik ben echt slecht in Nederlands en Belgisch tegelijkertijd. Want eigenlijk Nederlands, heel vaak noemen ze de taal wat we spreken, noemen ze Nederlands. Maar eigenlijk is dat racistisch, want Belgen die spreken dat ook. Ja, we praten vooral Vlaams. Ja, maar dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Nou, alleen dan nog wat nieuwe woordjes zoals allee en shit. Allee is niet eens een woord, het is een dialect. Het is een dialect, dus ja. Nee. We hebben nog niet eens een bed, omdat we geen... Nee, ik heb wel fucking 5 diamonds, maar we hebben geen bed. Maar heb ik ook in die andere, ik heb niet eens een huis op die andere. Oh, op mijn series. Nee, op mijn PC gewoon. Ik had geen zin om een huis te maken. Maar kan er zo'n woede vloer? We hebben genoeg hout om een woede vloer te maken, dus. Maar we hebben deur nodig voor... Zie al boven, ik zie een naamplaatje. Zie je mij ook? Nee. Moet je me even helpen met uitgraven, want... pickaxe bijna ook. Nee, want het komt ergens uit dat ik niet bedoel. Godverdomme, mijn pickaxe. Zelfs komt je onder de farm uit en zo. Goed, ik zou je even iets vertellen. Waar ik ben. Wat? Je kent dat farmpje, hè? Mm-hmm. Loop er naartoe. Toch? Nee, loop er even naartoe, dan kan je me bevrijden. Anders hebben we geen tijd. Als je naar die farm toe loopt, komen. Zit ja, ik al een beetje. Zie je als het goed is mijn naamplaatje? Ja, ik zie die zo al. Ja? Kan je me even uitgraven dan? Of moet ik fucking gewoon. Oké, dan maak ik gewoon een nieuw pickaxe. Nee, wacht, ik zal wel. Ik kom via de normale route, want ik heb geen goesting om heel mijn dingen kapot te maken. Nou, ik maak wel even snel van een iron pickaxe. Ik heb al een iron pickaxe gemaakt.
Hey, waarom lig ik weer gaan lopen met mijn eten? Waar is dat niet echt goed? Ik heb al die koeien geslacht voor mijn eten en dan ga ik ermee lopen. Om te eten. Oké, ik zal je komen zoeken. Ik heb al mijn eieren. Nee, ik ben er al, ja. Hey, Iron. Hoe zeg je daar geraakt eigenlijk? Via mijn weg? Ja, ik weet niet eigenlijk hoe. Nee, maar ik heb nu alweer een pickaxe. Oké. Dus eerlijk gezegd, je hoeft me helemaal niet te bevrijden. Ik heb het zelf moet alweer gedaan. Ik heb een creeper aan, dacht je ook. Moet je de deur dicht doen? Dan val ik hem straks wel even lastig. Nee, ik ben niet in mijn. Ik heb een creeper laten opblazen. Ik hoor hem. Ik doe het even dicht hoor, dat is nog cool, heel veel cool. Ik doe het allemaal toe, zodat die niet kunnen komen lastigvallen. Hé, hey, ik zie gravel. Nee, hoe heet dat? Zand. Okay. Waarom ben je zo diep ondergrond? Ik ben het mijne, ik ga even zorgen dat we... Oh, ik heb de deur kapot gemaakt. Oh my god, zeg je echt zo dom? Nee, ik ben net, ik ben dus precies onder de deur heb ik mezelf uit moeten graven. Dat jij me maar ik had natuurlijk... Wacht, ik kom je onderuit graven via de gang, niet via het... Ah! Nu heb je een hele gang onder ons huis gemaakt, waardoor... Ik haat u, Walter. Als ik een beetje heb, dan leg ik een series zonder u, meest. En dan leg ik u uit als jij een series maakt en erin faalt. Oké? Okay? Hé, hey, wil je die diamonds nog? Nee, hou ze bij en niet op. Ik stop ze even aan. Dus... Wat wil je dat wel zeggen eigenlijk? Wat? Wat boeit het? Jij bent grof, Walter. Ik ben een Nederlander, dat hoort. Het is echt niet zo dat echt die YouTube moderators onze hele video's kijken ofzo. Ja, die pickaxe, dan neem ik het zwaard. Nee, ik bedoel, ze kunnen wel de video. Als een normale persoon naar kijkt en ik geef de video aan, zo gefuckt. Oké, waarom zei ik dat in de video? Als ze nu haters hebben, dan. Hier. Dat ben ik. Ik hou van jullie haters. Je hebt een pickaxe. Ik hou van jullie haters. Zodat ze geen fucking slechte comments gaan geven. Nee, ik geloof niet dat we echt heel veel haats hebben. Maar het is maar één dislike ook dat steeds onderuit komt hoor. Het is een beetje heel zielig. Mm-hmm. Ik snap ook niet waarom je gewoon fucking tijd van je leven uitgeeft aan ons als jij een hater bent. Ik snap gewoon niet waarom zeggen iedereen dislike. Je hebt er toch niks aan. Hier. Van als ik iemand dislike... Jij hebt al een. Ik heb een diamond zwaard. Jij hebt een diamond pickaxe. Oké. Ik heb wat iron en dat ga ik even bakken. Ik heb 34 iron gepakt. Oké.